Jongens, kijkers van Veel Vragen, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe map change video. Druk eventjes op het duimpje omhoog. We gaan bij deze video's gewoon wel eventjes voor de 4000 likes. Hopelijk kunnen we dat gaan hitten. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En check eventjes onze nieuwe Llama 240 merchandise op shop.veelvraag.nl. Llama knuffel, Llama sweater, Llama telefoonhoesje, Llama t-shirt, Llama... Noem het allemaal maar op. Bovenste linkje in de beschrijving. Ga zelf eventjes kijken, want er zitten echt hele gave items tussen. Goed, in deze video dus de map changes die zijn gekomen bij de V6.22 update. En er is eigenlijk als eerste één mega grote map change. En dat is dat alle Fortnite Mers decoratie is verdwenen. Waaronder ook hier in Retail Row natuurlijk ook de decoratieshop genaamd Boo. Die is ook helemaal weggehaald. Daar zitten nu houten planken voor. Dus even kijken wat hier binnen te vinden is. Oh, moet ik wel. Ja, there we go. De hele shop is gewoon leeggehaald en er is vrij weinig meer te vinden. Dus ja, dit is in ieder geval als eerste veranderd. Daarnaast natuurlijk ook over de gehele map. Ik bedoel, in Fatal Field is alles veranderd. In Paradise Palms, letterlijk overal waar iets te vinden was met de Fortnite Mers decoratie. Dat is allemaal weggehaald op één dingetje na, maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Dan het volgende. We moeten eventjes dit plaatje erbij pakken. Ik weet niet 100% zeker of dit erin zit, aangezien ik het niet in de replay mode kan bekijken. Maar het zit er waarschijnlijk in, een schilderij bij de villa bij Leaky Lake. Natuurlijk ter herinnering van de Cube. Best wel apart als dit schilderij er dus in zit, dat het op die locatie is. En waarom niet in het museum bij Dusty Diner? Maar ik weet het niet precies, maar het is in ieder geval grappig dat het schilderij er dus waarschijnlijk in zit. Niet 100% zeker. Goed, dan gaan we door eventjes naar de volgende locatie. En hiervoor moeten we eventjes richting Pleasant Park. Dus let's go. Want ja, zoals velen van jullie al weten, als je tenminste de video van vanochtend hebt gekeken, Fortnite en NFL hebben een samenwerking. En ze hebben gewoon het voetbalveld veranderd naar het Amerikaanse voetbalveld. Dus dat is aan de ene kant wel grappig om te zien. Ik bedoel, de goaltjes zijn natuurlijk veranderd. Hier hebben we natuurlijk ook een kleine verandering. We hebben nu lampen die, zeg maar, hotspotten op het veld. Dat is natuurlijk wel nice. En hier ook weer de goal die is veranderd. Daarnaast het veld heeft natuurlijk witte lijnen extra gekregen. De grootte is volgens mij nog steeds wel hetzelfde. En de chest ligt nog steeds in het midden. Maar voor de rest... kleine verandering dus hier in Pleasant Park. Zeker weer te grappig om te zien. Gaan we door naar de volgende. En hiervoor moeten we eventjes helemaal naar de andere kant van de map. Namelijk richting Paradise Palms. Want daar is best wel een grote map change. Want ja, ik zei natuurlijk al dat alle Fortnite Mers decoratie is verdwenen. En wat is daarvoor in de plaats gekomen? Nou, de Keyboard King. Holy damn, een geheel nieuwe shop die is geopend. Laten we hopen dat deze shop niet kapot gaat. Want ja, in Tilde Towers zagen we dat toen het nieuwe gebouw werd geopend, de nieuwe winkel, werd hij gelijk gecrushed door de Cube. Maar ja, dat kan nu natuurlijk ook niet meer gebeuren. Maar goed, de Keyboard King. We gaan eens eventjes binnenkijken wat we hier precies zien. We zien hier best wel een chill area met een grote tv. Nou, hier ook nog eens grote tv, super chill. Hierachter zien we een kleine ruimte. En, oh, moeten we eventjes naar boven, want hier hebben we nog een ruimte met allemaal gameapparatuur. En dat ziet er natuurlijk wel heel erg fancy uit. Je kunt hier dus een LAN party houden. Je hebt hier een headset, een muis, een keyboard. Wauw, gewoon een dubbele monitor. Dat is zeker weten dik gemaakt. Even kijken, wat zien we hier? We zien natuurlijk een chestje, nog meer gaming rig. Nou, allemaal super dik natuurlijk. En hier een klein mini balkonnetje. Nou, dat is niet interessant. Dat was natuurlijk al zo. Maar goed, dat is natuurlijk echt super nice om te zien. Er komen hier waarschijnlijk ook challenges voor. Tenminste, die zijn geleakt. En dan kun je gratis V-Bucks... en je kunt gratis battlesterren halen. Klik eventjes op het i'tje om de video te bekijken waarin ik dat een klein beetje uitleg. Tenminste, de challenges leak. Want damn, dat is natuurlijk super gaaf. Ik weet niet of het iets met de shop te maken gaat hebben. Maar het is in ieder geval nice dat we hier in ieder geval een map change zien. Gaan we door naar de volgende locatie. En hiervoor moeten we eventjes richting een rune locatie. Oh, daar zien we het al. En we zien het eigenlijk direct. We zien steeds meer gras. En dit is ongeveer hetzelfde effect... wat we zagen natuurlijk in Dusty Devo. Daar zagen we natuurlijk ook dat het eerst eigenlijk volledig door was. Maar nu komt er eigenlijk telkens meer gras omhoog en is het geen dode plek meer. En uiteindelijk zal dit natuurlijk weer volledig bedekt zijn met gras. En wie weet verdwijnen ook langzamerhand deze dingen. Ik vind ze persoonlijk super chill, maar op dit moment is de enige map change nog dat er veel meer gras aan het groeien is. En dat op elke rune locatie. Dan de volgende map change hier bij de Deurburger. We zien namelijk dat de Deurburger weer een stukje verder is gesloten. We zien namelijk ook dat alle bordjes zijn opgeruimd. Hier is de tafel omgegooid.
De houten planken die hadden we natuurlijk al. Maar als we eens naar binnen gaan, dan zien we de grote verandering. En dat is namelijk dat alle stoelen en tafels zijn verplaatst. Ze zijn omgegooid ook deels. Het is één dode plek hier. En dit is de enige locatie, tenminste die ik heb gevonden, met nog Halloween decoratie. Die hebben ze natuurlijk hier niet weggehaald, omdat je hier niet naar binnen mag. Omdat er natuurlijk insecten zijn gevonden die misschien wel schadelijk zijn voor de Fortnite bewoners. Dus ze zijn hier niet naar binnen gegaan. Nou ja, trouwens, aan de ene kant wel, want je ziet hier natuurlijk wel alle dingen die zijn verplaatst. Dus er zijn hier sowieso mensen binnen geweest, maar ze zijn in ieder geval vergeten om hier de decoratie weg te halen. Dus dat is zeker weten grappig om te zien. Daarnaast nog eventjes dit plaatje. Ik kan het niet laten zien op replay mode, maar je kunt in ieder geval zien dat er een battle gaande is tussen de tomato truck en de deurburger truck. Het is zeg maar een andere verhaallijn en het is zeker weten grappig om te zien dat er elke week iets gebeurt met deze verhaallijn. En damn, ik kan niet wachten totdat deze twee gaan knokken en ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Dit is de score geweest die jullie hebben achtergelaten toen ik vroeg wie er ging winnen en grotendeels zegt dus deurburger. We gaan het allemaal zien in de komende updates. Dan de laatste mapchase. Nee, dat is niet op deze locatie. Maar dit moet je wel eventjes gezien hebben. Want hier ligt natuurlijk het NOM-sign. Die is afkomstig van een gebouw in Retail Row. Nou, we gaan eens eventjes richting Retail Row. Want er is iets heel erg aparts gaande. Want het NOM-sign is terug. Laten we een kijkje gaan nemen. Ja, zoals je ziet, het NOM-sign is inderdaad teruggeplaatst op dit gebouw. Wat eigenlijk best wel vreemd is. Want we hebben nu dus twee keer een NOM-sign in de map. Ik denk eerlijk gezegd dat ze een beetje zijn vergeten om de oude weg te halen. Of dit moet nog wat gaan betekenen. Of het zou natuurlijk ook kunnen dat deze net wat anders eruit ziet dan de vorige. En dat dit gewoon eigenlijk een nieuwe is. Dat ze gewoon te lang hebben gezocht naar het NOM-sign, maar het niet hebben gevonden. Dan maar een nieuwe besteld en dan deze erop hebben gezet. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Eén van beide. Ik heb geen idee. Maar dit waren in ieder geval de map changes in de 6.22 update. Als het goed is, ben ik niks vergeten. Ben ik wel iets vergeten, dan zal het waarschijnlijk een klein dingetje zijn. Want alle grote dingen heb ik sowieso behandeld. Dus laat het anders eventjes achter in de reacties als ik iets ben vergeten. Drop nog eventjes je like. We gaan dus voor de 4000. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om niks te missen over Fortnite. En check onze merchandise shop op shop.veelvraag.nl of het bovenste linkje in de beschrijving. Mensen, bedankt voor het kijken. Check nog eventjes deze video's hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.